Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video van Sander en Tobé. Vandaag ben ik in Trailpark Mering bij de Moezel. Ja, super vet. Ik kom hier langs en ik heb tijd genoeg. En ik denk, ik zet mijn autootje neer en ik ga een paar uurtjes kijken wat dit inhoudt. Nou, volgens mij is het wel een vette trail. Have fun! Oké, we zijn hier. Ik denk dat ik maar voor rood ga. Middel. Oh wacht, hier begint ook rood. Moet ik zo. En dan zo naar blauw, denk ik eventjes. Nou, we gaan het wel zien. We beginnen met een pittige, korte klim. Kijk er nu goed. Aangegeven. Twee. Die gaan we doen tot de weg. Links, rechts. Een stukje enduro. Super vet. Nou, we gaan. Ik heb er zin in. Even opwarmen. Oeh, de eerste gap. Jumpje. Mis ik alweer. Sharkfin, die ik niet neem. Nog een jumpje. Even wachten. Wow, het hit al gelijk. Mijn dingetje doet het niet goed. Oké. Serieuze jump. Oh. Even niet nog. Kom amper over de klein heen. Wat is dit? Dat is gevaarlijk, ik weet het helemaal niet. Ah, oké. Nou, we zijn wel hier. Je kan dus via zwart naar boven rijden, lopen. Is legaal zonder bordje. Nou, dit is helemaal een super gap. Dat doen we maar even niet. In ons leven. Dit is wel een vette. Die kan ik denk ik wel. Ongeveer 1,5 meter. Lagere landing. Hoe spannend. Oké, ik ben weer naar boven gewandeld. Nou gaan we weer rood doen. Misschien. Met de jump. Daar is de jump. Zal ik hem gelijk doen? Nee, ik durf niet. Bijna. Er zit toch aardig wat snelheid in, hè? Nou, ik ga door op 2. Weer zo'n jump. Oh, en een roller. Ah, die kunnen we wel. Oké, nog een keer op 2 beginnen. Links of rechts? Ik weet niet wat er komt, mensen. Wortels in ieder geval. Nou, weer zo'n roller. Voor vanmiddag. Ah, kom op. Stomme ding. Cool, die was goed. Beetje scheef, maar gewoon drop. Even kijken hoe hoog het is. Vet. Nou, deze nog een keer niet. Heb ik al gedaan. Dat is een goede sprong. Nou, deze is erop. Oh. Een enge landing, nog een drop. Cool.
Hier, daar links nog een drop. En een plas. Dan kunnen we mooi omheen. Nog open. This way up. Nou, nog even niet. Wow. Kijk dit dan, joh. Is niet normaal dit. Wat is dit? Drop. Easy way links. Easy way links. Aardige drop. Landing op een steen. Spannend. Spanning en sensatie hier. Grote ding. Dat had hier een mook allemaal niet gedaan. Wat is er aan de hand? Twee. Volgens mij waren we bezig met twee. Zit het enduro stukje. Even kijken hoor, weer een sprong. Zo! Ik denk, doe hem even, maar het is een beste gap. Daar zie ik nog een drop. Jongen, jongen, wat vet. Gaan we even terug. Heen en weer, heen en weer. Oké, hier. Is dit een goed idee? Best wel. Oké, links aanhouden dus. Vet. Smalle boom, zo. Wow. Ik weet echt niet wat eraan komt. Zo van. Zo. Dikke wallride. Ik blijf maar even beneden, denk ik. Links of rechts, links of rechts. Geen idee. Rechts is een mooie jump. Heel groot voordeel, je kan lekker overal terugwandelen. Er is toch niemand. Ga ik deze wel doen? Oh, dat is een cap hier. Landen, nog één. Oh. Die zag ik ook nog niet. Slow. Ik denk dat ik er ben. Zo, even met een local gesproken. 20 minuten omhoog rijden, zegt hij ongeveer. Dus ja, hij had een beetje uitgelegd hoe of wat, kijk dan. Zo, die boom is echt laag. Volgens mij zit ik op zwaard. Wat is dit? Zo, een drop. Ah, die heb ik al gekend. Maar ja, een beetje stijl om terug te gaan hier. Wow. Het zijn twee drops. Deze is al zeer hoog. Damn boys. Nou, doe maar niet. Nou, ik vind het een beetje te hoog. Vooral de landing vind ik een beetje eng. Zo, dit is echt stijl. Oh. Deze ziet er ook heel hoog uit. Oh, niet te doen voor mij. Zeker met al die bomen niet.
De jongen zegt dus 20 minuten omhoog. Dat is dus hier beginnen. Hij ging naar beneden. Naar zijn moeder. Die staat daar met een busje. Die rijdt omhoog. En dan is hij weer boven. Ik ga toch even kijken hoe het op zwart is. Ik denk dat ik wel een paar dingen kan doen. Nee, ik ga hem niet helemaal keihard gelijk vol gas eroverheen. Nee. Rood had ik al een paar dingen die ik niet durf. Die gap die ik liet zien, die wil ik wel doen eigenlijk. Oké, here we go. Zo. Oh, cool. Heel cool. Kijk, dan een afdaling. Daarna een sprong. En dan nog iets. Oh. Opnieuw. Hier kom ik weer. Super stijl hier. Wat is er zo'n hele stijl? Dirt jump. Waar moet ik heen? Dit is die gap. Holy moly. Dit is hem. Spannend. Ik heb het idee dat ik hem kan doen. Alleen de weg er naartoe is nogal hobbelig. Oh, die wordt toch. Spannend. Ik heb besloten dat ik hem kan. Genoeg snelheid. Kom op. Ik ben super zenuwachtig, mensen. Oh, echt zenuwachtig. Als ik eraan kan rijden, voelt het zo van. Is te doen. Maar is dat ook echt zo? Nog langer aanloop. Oh man. Dit zijn van die momenten. Die ik in Mook ook had. Met die megadrop. Waar ik er toch spijt van heb dat ik hem niet gedaan heb. Hier wil ik geen spijt van hebben. Oh, ja, ik heb hem. Maar mijn achterwiel kwam. Oh fuck. Wat deed ik? Ineens ging ik heel langzaam. Kijk dan, ik heb hem gesloopt. Ik heb hem gesloopt. Shit, wat deed ik nou fout? Oh. Wat deed ik nou fout? Hij voelde echt. Hij ging echt langzamer. Ik ging veel langzamer toen ik op de jump was. Damn hard. Even verder kijken. Road gap. Nou, hij slaat er open. Gaan we door met zwart. Kom op. Dat is dit. Zo. Mega jumps. Wat voor leuk om deze te doen. De veilige. De veilige lander, zal ik maar zeggen. Cool. Die wil ik nou echt halen. Dan ga ik even op oefenen. Oké, okay, beetje op tempo. Hè. Op tempo, ja ja. Oei, 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 oei. Oei, bijna. Kom op. Goeie houding. Pomp hem weer. En spring. Ja. Oké dan. Ja, 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 zeker wel. Ik had hem. Ik heb hem even teruggekeken. Nou, als het een gap zou zijn, had ik hem nooit geprobeerd. Maar die plank is gewoon echt serieus hoog. Of lang. Hé, dit is wel vet. Het is echt vet dat ik deze gered heb. Oké, ik ga proberen om zo ver mogelijk te doen. Eerst even pauze.
Zo, de laatste tijd toch wat dingen opgepikt van mensen. Tips vooral. Bijvoorbeeld van Colin. Die een opmerking had bij een jump in Middenberm, weet ik nog. Vorige keer bij de in Mook mensen die even kleine dingen zeiden waarvan ik nu toch een profijt heb. Oké, ik heb mijn rugzakje even afgedaan. Dat gaat toch even wat lekker zo. En hoppakee, ik heb hem. Ik had hem helemaal. Hoe vet. Ik heb hem helemaal gered. Zeker wel. Ik ga de camera eventjes op de landing plaatsen. Lekker dit. Take two. Rechts aanhouden. Hoppakee. Het duurde een paardje. De drop. Zal ik hem doen. Ik kan niet anders. Dat is scheef. Maar wel een put. Lekker dit. Wat zit ik weer? Oh ja, deze. Oh. Oh. Wat gaaf. Oké, de rest weet ik nog niet. Dit is rood, dat is zwart. Shit. Ik ging voor zwart, hè. Stiekem. Zo dan, lekker er langs. Zo, en dan moet je hier landen. En dan goed sturen, denk ik. Holy fuck. Ik heb deze jump even bekeken. Hij is te doen. Deze ook te doen. Voor de rest ken ik het natuurlijk niet. Hier. En bam. Oh, ben ik vies. Oké, ga goed. Nou ja, dan ben ik hier. Hier het zwart verder. Nou, ben benieuwd. Smalle boom. Oeh, dit is stijl. Om te gaan. Dit is een mega drop. Cool, is dat doen. Mega jump. Ik niet. Ik ga lekker zo. Weer een mega jump. Moet ook maar even niet. Style. Zo. Kom nog één. Oh ja, moest ik het op. Voor die sprong. Oh, ben ik hier weer. Oké. Okay. Straks leer ik hem nog uit mijn hoofd ook. Oh. Oh ja, die heeft een cap. Zo. Ben ik hier weer. Oké, dit is super stijl. En ook heel stijl om naar boven te gaan. Ik vond het niet zo leuk de laatste keer, het laatste stukje. Dat zie je, doe ik niet. Zo, ik ben weer boven. Een beetje uitgerust. Laatste keer zwart. Ik ga hem proberen helemaal te doen. Niet helemaal, sta ik weer helemaal beneden, maar
hoop toch dat ik de dingen kan. De dingen die ik kan, die wil ik doen. Dus ik hoop dat ik ze nog weet. We gaan het zien. Ik durf hem niet. Ik heb hem gedaan trouwens, hij staat niet op film. Maar ik had hem gedaan. En toen landde ik met mijn achterwiel precies op dat landingje natuurlijk. Mijn benen. Stop ermee. Ik kan echt niet meer. Zo ontploffen. Echt waar. Dat was hem. Echt een super tof bikepark hier. Of trailpark officieel. Ik vind dat ik weer verbeterd ben. Ik heb enge drops gedaan. Stoere jumps. Die gap heb ik echt waar gedaan. Maar ik heb hem niet gevonden op mijn... camera, even zo snel. Misschien dat ik hem op het SD-kaartje wel kan vinden, maar geen idee. Het was fantastisch. Bedankt voor het kijken. Ciao, ciao.